allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. In deze aflevering gaan jullie een nieuw ras ontmoeten. Een nieuw hondenras. Ik vind hem heel mooi. Vooral de kleur vind ik heel mooi. Het ras is de Weimaraner. Wil je het zien? Blijf kijken. Oké, we gaan vandaag Stiek ontmoeten. En Stiek is een Weimaraner. En ik vind hem heel erg mooi. En Stiek is ook een soort van vriend van Matsie. Ze spelen wel vaak als ze hier zijn. En even kijken. Oh ja, Stiek, kom eens. Oh, hij is wel goeie. Oh, zo goed ben jij voor tv. Ja, je komt meteen. Matsie die had al gewoon lekker. Matsie die is al daar lekker in de weilanden als hij hier was. Matsie is vandaag bij zijn vriendjes. Oké, Stiek, kom eens. We gaan even jou voorstellen. Let op. Zit. Zit. Goed zo. Af. Oh, ga je pontje geven. Oké, nou, in ieder geval, Stiek is 4,5 jaar oud. En Stiek, zijn kleur noem je taupe. En ik vind deze kleur echt super mooi. En jullie kennen allemaal wel. Stiek, kom eens hier. Stiek, kom hier. Kom, kom, kom. Je luistert wel goed. Zit. Oké, en ik vind Stiek altijd een beetje een soort van op Dio lijken, alleen dan gewoon Dio in het grijs. Dat vind ik wel echt altijd grappig als ik ze zie. Dit ras komt oorspronkelijk uit Duitsland en ze werden, nou, Stiek gaat er even door. Ze werden gefokt aan het Hof van Weimar en ja, daar komt ook de naam vandaan. Inmiddels worden ze gefokt over de hele wereld. En dit ras werd vroeger gebruikt om groot wild op te sporen. Dus ze werden echt gebruikt om bijvoorbeeld beren op te sporen. Echt super bizar, ze gingen heel vaak mee voor de jacht. En ja, als je natuurlijk grote beren wilt opsporen, moet je natuurlijk heel veel rennen en jagen. Dus ze hebben een hele goede conditie. Ze kunnen heel hard rennen en ze houden ook van bewegen en hard rennen. Dus dat is wel heel erg belangrijk als je dit ras ooit wilt. Dat je weet dat ze wel gewoon echt veel beweging nodig hebben. Kijk, en zoals je ziet houden ze heel erg van spelen. Maar het leuke aan dit hondenras is, ze zijn buiten dus echt... Ze zijn buiten... Oh, ze zijn vet sterk. Ze zijn... Kom hier. Oké, hij heeft gewonnen. Ze zijn buiten dus heel erg druk en speels en heel veel willen ze bewegen. Maar ze zijn binnen dus heel erg rustig. En dat is wel handig, want Matsie is binnen heel wild, maar buiten ook wild. En binnen en buiten, Matsie is gewoon altijd wild. En wat deze honden nog steeds heel erg leuk vinden, is jachtspelletjes. Dus dingen verstoppen vinden ze heel leuk. En naast de fiets rennen en lopen, dan kun je ze helemaal enthousiast maken. Dan gaan ze harder en harder. Dus als je van buiten zijn houdt, is het echt een hele leuke hond voor je. Stiek, kom eens! Ga, zit! Goed, nee, zit. Goed zo, geen poot. Ja, goed. Wow, wat een grote poot vergeleken met Matsie. Ga maar zoeken. Ga maar spelen. Oh, Dio. Kijk, zie je, dat bedoelde ik net. Ze lijken een beetje op elkaar. Ja, alleen heb jij een ridgeback op je rug. Een soort van ridge. Maar in ieder geval, je kan deze hond dus heel makkelijk trucjes aanleren. Omdat ze heel graag voor hun baasje willen werken. Kom je ook even in de video. Oh, echt zo zielig. Dio wil altijd dat Matsie er is. Als ik zonder Matsie aankom, is hij echt gewoon een beetje teleurgesteld. Wat kost nou ik wou zeggen, wat kost nou zo'n hond? Gemiddeld zijn ze tussen de 1000 en 1500 euro. Dit ras mocht je alleen aanschaffen als je een jachtvergunning had. Dat kan je je nu niet meer voorstellen van, oké, heb je een jachtvergunning, mag je schieten, dan mag je deze hond. Maar ja, omdat er niet zoveel van deze honden gefokt werden, was het gewoon echt belangrijk dat deze honden op de goede plek kwamen. Oké, Stiek, blijf. Ik wil wat vertellen over je opa. Dat is nog wel een heel leuk laatste weetje. Stiek zijn opa is wereldberoemd. Stiek zijn opa was namelijk wereldkampioen wilde zwijnen jagen. En wat doen ze nou met wilde zwijnen jagen? Nou, de Weimaraner jaagt het zwijn op, zodat ze in de buurt van de jagers komen. En dan schieten de jagers op de zwijnen. En dat is eigenlijk best wel zielig. Ik vind eigenlijk alles zielig met jagen. Oké, nou Stiek, ik wil jou even bedanken dat je bij ons in de video kwam. Ja, ga je weer lekker spelen vandaag? Oké, nou Stiek, zeg alvast tot ziens. Ik wil tegen jullie ook zeggen dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je een leuke video vond. En tot volgende week. Doei doei!